Muzieklegende Brian Beilhout heeft gisteren als blijk van waardering een plakkaat ontvangen van bar-restaurant El Sabor de Lori. Dit gebaar komt vanwege de manier waarop de artiest Suriname nationaal en internationaal heeft uitgedragen. Francisco Salons, directielid van El Sabor de Lori, hoopt dat andere bedrijven dit initiatief overnemen. Wat wij dan ook willen meegeven bij deze is dat misschien andere bedrijven ook zo'n initiatief kunnen nemen. Zodat zij dus ook Surinamers die echt wat hebben betekend voor Suriname op de kaart hebben gebracht. Dus ook zo te waarderen. Salon zegt dat het restaurant de bewustwording onder de Surinamers wil aanwakkeren om onze helden te waarderen wanneer ze nog leven. Brian Beilhout geeft aan dat hij geen talentenjachten meer zal doen in Nederland, maar dat hij binnenkort met 3 nummers uitkomt. Nou, ik heb nu 3 nummers die hier uitkomen. Ik begin met het kerstnummer. Misabi komt uit, Milibi komt uit. Verder ben ik druk bezig. Ik heb nieuwe shows, genoeg shows die nu op programma staan. En ik ben bezig. Ik doe geen talentenjachten meer in Nederland. Inmiddels heb ik er 5 gedaan. En dan moet je net dat ik naar talenten jammer. En hier is u namelijk ook zoveel gedaan. 11 keer gewonnen. Ik denk niet dat je geboren was, maar. Maar in het woord Engeland of Amerika weer. De artiest zegt dat hij nu zijn pijlen richt op deelname aan America's Got Talent of de Britse versie daarvan.